we hebben een gast in de studio vandaag. Ja. Eigenlijk een hele grote gast, want normaal gesproken veel artiesten hier in de studio vandaag. De man achter veel artiesten. Werd geboren als Sergio van Gonter. Brak ooit door met Wat wil je doen dan in 2005. Daarna ontzettend veel hits voor Nederlandse hiphop artiesten. En op dit moment een debuutalbum uit Retro. Mag ik een applaus voor Riven? Goedenavond. Goeiedag. Ik zat te denken van ik kan jou introduceren op de manier die ik net deed. Maar ik hoorde een introductie van Atje. Ja. Even een fragmentje daarvan, want dan weet denk iedereen wie je bent. Dus ja. Even een kort stukje van hoe wat hij jou... Wat heeft hij nou weer? Nou ja, luister maar even. Als ik ga hard. Was Rivers, trek eens wat wil je doen. Artificials baby, party squad of baby. Stuk. Maak hem stuk, maak hem stuk. Shanky in the cool class, can't you bet the fool class? Geen klasse, geen stijl. We spelen wel niet dat is, geen klasse, geen stijl. Als dat allemaal gewoon op zijn album was uitgekomen, had je ook gewoon een hit album. Ja. Ja, dat is een mooie introductie. En daarom, nou ja, dat was inderdaad... is dat nooit, daar ben ik dan toch wel benieuwd naar, want we horen net echt, nou, en kanon aan hits die jij ooit geproduceerd hebt. Is het nooit jammer dat dan bijvoorbeeld die andere gasten de shine erop pakken, terwijl jij daar uren of misschien wel dagen, maanden lang in de studio hebt opgezeten? Nou, in het begin had ik er heel veel moeite mee, maar ik ben eraan gewend geraakt. Ik weet nog, toen ik Wat wil je doen maakte, ja? Toen zat ik nog op school, zat ik in de bus en zaten wat jongens achter me met hun telefoon en die track te luisteren. Toen zeiden ze, ja, Party Squad, maak echt vette beats. En toen dacht ik van, ja, maar ik maak die. ja, het is, ja, ik bedoel, ja. Het is de rol van de producer, denk ik. Ja, is dat echt? Heb je nooit gehad van, joh, ik moet nu opstaan en zeggen van, dat is allemaal voor mij. Of ik ga het land doordraaien en de poep pakken. Nee? Daar ben ik denk ik ook wel te bescheiden voor, denk ik. Hey, en dan toch nu een album. Wanneer dacht je dan van, ik moet een album maken? Want, ja, dit album is eigenlijk ontstaan omdat Kees de Koning mij belde. Ja. En die zei, ik wil heel graag met jou een project doen, met 8.6 ook. En alle artiesten die jij heel tof vindt. En toen hebben we dit album gemaakt. En we hadden maar 3 weken. Echt? Dus dat was wel echt zoeken. Ja. Hé, maar moet ik het zo zien dat dit hele idee van een album van Rivers niet eens van Rivers zelf kwam? Nee, gek hè? Ja. Ja, ik zat in L.A. toen hij het vroeg. Ik was eigenlijk met hele andere dingen bezig. En hij zei, kun je überhaupt naar Nederland komen om dit te doen? En natuurlijk dacht ja, vind ik gewoon leuk ook, weet je. Maar dus, als je dan 3 weken hebt, waar begin je dan? Want jij hebt met ontzettend veel artiesten samengewerkt. Wanneer bedenk jij van, oké, dit verdient een Rivers sausje, hiermee wil ik werken? Ja, ik had er zelf een heel hard hoofd in. Ik dacht, dit gaat niet lukken. Ik heb halverwege het project ook nog mijn manager in paniek gebeld van, misschien moeten we gewoon een EP maken. Ja. Maar ik weet ook niet hoe. Het is gelukt. Ik had wel 2 dagen niet geslapen op een gegeven moment om de deadline te halen. Maar ik ben hartstikke blij met het resultaat en ik heb er geen spijt van. Maar ja, waarom stond er zo'n strakke deadline op dan? Want je hoort wel vaak bij albums van, ah, dat komt wel een keer, dat gaat vanzelf. Maar waarom is het nu per se zo snel? Dat komt dus door Bavaria 8.6. Ik weet niet of ik dat mag zeggen trouwens. Maar. Nou ja, het is nu gebeurd. Ja. En de data, dat vonden ze dus mooi omdat ze dat biermerk 8.6 hebben om het op de 8.6 uit te brengen. En wat is jouw, als we zo mogen zeggen, het album? Waar ben je het meest trots op? Welk nummer? De track van Little Kleine, dat is een track waar ik ook op heb geschreven. Even een, we hebben hier toch alles klaar staan. Even een klein stukje. De track voor altijd, hè? Ja. Ja. Dus maak je keus, baby. Maak je keus, baby. Maak je keus, yeah, yeah. Maak nu je keus, yeah, yeah. Zodat we samen kunnen zijn voor altijd. Oeh, yeah, voor altijd. Oeh, yeah, jij en ik voor altijd. Oeh, yeah, voor altijd. Ja. Waarom deze? Dit vind ik het mooiste van mijn baan. Want ik hoor heel vaak artiesten liedjes maken. En dit is hoe ik Little Kleine het liefst hoor. En dat heb ik gewoon in. Maar is het dus ook zo geweest dat jij deze track schreef en toen zei ik wil hier Little Kleine voor. En ik wil bijvoorbeeld voor een andere track Idali of Willem van de Oppersits of zoiets. Ja, ik kan gewoon lekker schilderen. En lekker kleurtjes bij elkaar zetten. En dat met de artiesten. Want waar ik wij hebben het album natuurlijk zitten luisteren. En wat ik een van de meest bijzondere vond, was die met Jay en Sharon Dawson. Ja. Ook even een klein stukje van doen. Dan deze is toch een hele andere sound, hoor. Blijf hangen. Ja, ja. Ik vond het gewoon heel iets anders of zo op een gegeven moment. Ja. Ik ben super blij met deze track. Ik had eigenlijk een andere track met Jay die erop zou komen. Die hebben we uiteindelijk niet erop gezet.
Omdat ik echt een balans wou tussen urban, hip-hop en pop. En dat is goed gelukt. En ik wil ook dat die werelden wat meer bij elkaar komen. Ik vind het nog te veel gescheiden. Huh? Ja, is het dat je echt zegt van laten we het gewoon met elkaar brengen en ja, niet te moeilijk gewoon, over doen? Ja, en, precies. Sharon Dawson en Jay op één track, waarom niet? Snap je? Dat is gewoon leuk. Ja, nou ja, als je het zo kan zeggen. Ik was Sharon Dawson en Jay. Ja. Is er dan ook nog wel, als we dan toch even het album door, maar is er ook een track waarvan je dacht van, ja, die vond ik toch wel heel moeilijk. Of daar heb ik toch wel heel lang op gezeten. En dat ik dacht van... Ja, er staat één track op die al bestond. En dat is een track van Atja, Misselijk. Ja. En die wou het label heel graag erop hebben. Dus ja, daar ga ik ook niet die had je zelf liever niet gehad? Ja, ik ken de track al heel lang. Ik ken die track al meer dan een jaar. Doe ook een fragmentje dan? Ja, ja, even een fragmentje. Misselijk en Atja. Iedereen bos, mami haram. Je sneakers, want iedereen bos. Iedereen bos, mami haren los. Fuck up je sneakers, want iedereen bos. Wat missen we? Spring tot je missen. Drink tot je missen. We geven geen f. Wat missen we? Spring tot je missen. Drink tot je missen. We geven geen f. Iedereen bos. Ja. Ja, ik vind hem, hij klinkt nog wel lekker. We hebben hem ook op de release opgetreden. Mm-hmm. En hij deed nog steeds zijn werk, dus ik ben er blij mee. Hoe vaak luister je zelf eigenlijk terug naar tracks? Als je dan, als het af is? Als ik ze net heb gemaakt, luister ik ze echt de hele dag door. Om te kijken of ik nog dingen kan veranderen. Ja. En zodra het uit is, dan ben ik het alweer vergeten. Nee, bijvoorbeeld zo'n gers, ik neem je mee of helemaal naar de kloten? Ik neem je mee, die hoorde je sowieso de hele dag. Dus. Helemaal naar de kloten heb ik eigenlijk nooit meer geluisterd. Ik weet dat die track bestond al heel lang voordat die uitkwam. Dus ik had er sowieso al een beetje hekel aan. Dus maar goede track. Het is volgens mij bij jou, als ik je hoor, want het was ook net met Missy, dat je zei van joh, als ik hem al een tijdje ken, dan begint hij bij mij helemaal zat te worden. Ja, ik wil ook verder, weet je. Ik wil er niet bij. Ik wil gewoon verder naar de volgende hit gelijk. Ja. Hey, want jij zit ook op dit moment lekker in het buitenland ben je bezig. Want je vertelde net van ik zat eigenlijk in het buitenland. Waar richt je op dit moment op in het buitenland? Ik ben veel bezig met The Dream. We zijn nu bezig met het album van Nicole Scherzinger. Ja. Dus de single is uit. En The Dream brengt ook een single uit binnenkort waar ik op mee heb gewerkt. Dus, moet er geen internationaal album komen dan, de volgende? Ik kan niet wachten, man. Met Kanye en Jay-Z en al die kijk, gelijk. maar ik ben wel eigenlijk benieuwd. Wie had jij nog heel graag op je eigen album willen hebben? Wie staat er niet op wie er wel op had moeten staan? Ja, dat is heel grappig. We wilden Herman van Veen op mijn album hebben. Ja. Dat was echt een droom van mij. Herman van Veen, ja? Ja. En we zijn er nog steeds Waarom? Mee bezig. Omdat ik heel erg ben geïnspireerd door zijn muziek. De tekenfilm Alfred Jodocus Kwak, dat keek ik echt de hele dag vroeger. En ook bijvoorbeeld Ik Neem Je Mee, dat is gewoon geïnspireerd op zijn muziek. Dat had ik zonder hem nooit kunnen maken. En waarom staat hij daar uiteindelijk niet op? Ja, door de tijd, dus 3 weken. Okay. Ging gewoon niet lukken, maar ik denk dat het wel gaat lukken uiteindelijk. Kunnen wij wel even, want ik vind Herman van Veen, ja, dat ben ik vroeger ook wel met Alfred Jokers. Kunnen wij een afspraak maken dat mocht dat lukken, dat je dan ooit weer hier terugkomt met Herman van Veen? Met Herman! Is toch leuk, hebben we reden om Herman van Veen ooit uit te nodigen op Slam FM. Ja, dat is een baas toch? Ja, zeker ja. Eens in ieder geval nieuw Autumn Retro en daar heb jij aardig wat tracks op staan. En je hebt ook iemand meegenomen. Nou, ik zou zeggen, introduceer hem zelf. Dat is ook wel even leuk misschien. Dit is het wonderkindje Italië. Nou, mag ik dan ook een groot applaus voor? Goedenavond. Dat zei hij heel bescheiden. onder andere te horen op Portemonnee, de new track dus. Ja. Maar op het hele album heel vaak. Ja, ja 4 keer volgens mij. Ja. Hoe is het dan als we toch met Reeves, hoe is het dan bijvoorbeeld om met hem samen te werken? Dus je zegt van... Ja, het is, we hebben eigenlijk zijn we eerst hele goede We zijn eigenlijk eerst best wel goede vrienden geworden voordat we echt muziek gingen maken. Ja. En daarna dan gaat het wat makkelijker volgens mij ook. Dus we kunnen eigenlijk alles tegen elkaar zeggen. Als we iets niet goed vinden van elkaar, dan... Dan zeg ik jou ook tegen hem van, joh, zeg zo, dit is het net niet. Of, wat bijna nooit voorkomt, maar dat, je hebt dat het kan wel. Nou ja, ik zou zeggen, we zijn hier in de studio en jij bent er ook. Laten we dan de track Portemonnee live doen. Dus live hier op Slam FM. Idali en de track van Reeves Portemonnee hoor je nu. Laat even weten wat je ervan vindt. 6363 of een tweetje, @bijIgma. Portemonnee nu live op Slam FM. Gazagazau. Was aan het lopen in de stad en ik kwam klaar toen ik haar zag.
liep naar de toe en ik sprak drie zinnen, maar ze gaf geen aandacht. Ik dacht, bitch, nee, je kan me zo niet scotten, dus ik pakte haar vast. Ze keek een beetje stout, dus ik wist meteen dat het aan was. Mijn vader mocht me niet bij de daden van de diefste van zijn dochters hart. Laat me deze niet breken, laat me deze niet breken. Ik had je foto wel het zitten in mijn orde. Zaga, zaga, zaga. Nu ben ik helemaal alleen. Nu ben ik helemaal alleen. Zij is het. Tenminste, dat is wat ik dacht toen ik haar die keer voor het eerst zag. Zij is het. Die krullen en die billen en die spierwitte tanden als ze lacht. Zij is het. Voor het eerst dat ik dacht dat ik allemaal wilde haar kwijt was. Zij is het. Ik zweer het, ik dacht dat zij is het, nu schreeuw ik. De vader mocht me niet bij de daden van de diefste van zijn dochters hart. Laat me deze niet breken, laat me deze niet breken. Ik had je foto wel het zitten in mijn botten. Oh oh, oh oh, oh oh. Perfect plaatje, ja dat waren wij twee. Oh oh, oh oh, oh. En je vader wou me liever niet zien, maar toen nam ik je mee. Oh oh, oh oh, oh. Zet me graag in de mist, want ik heb pech. Zo, mis is gegaan. Oh oh, oh oh, ik ben voor mekaar. Je vader had jou gepast voor de jongen als ik. Jongen als ik. Misschien was het niet voor ons bestemd. Ik weet waar ik ga nu in diep in ben. Alles om me heen, dat doet me denken aan jou. Ik had je foto altijd zitten in mijn portemonnee. Het perfecte plaatje, ja dat waren wij twee. En je vader wou me liever niet zien, maar toen nam ik je mee. Zeg maar waar ging het mis, want ik heb echt geen idee. Azag, azag, azag. Nu ben ik helemaal alleen. 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 Ja, mag ik een groot applaus voor je dan? Ja, lekker man. Thanks. Ja, zeker. En nou ja, jij ook graag bedankt en tot een volgende keer. Ja, man, we gaan veel van je horen waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook. En yes. Rivers, jij ook dankjewel. En nou ja, heel veel succes met het album van Nicole Scherzinger. En, we zien hem waarschijnlijk als hij met Herman van Veen komt. Ik wou net zeggen. Laten we het hopen. Ik kan niet wachten. Dankjewel.